Nou, deze week hebben we Ronald Scheffers te gast. We hoeven eigenlijk niet te introduceren, want nee. Wie kent hem niet binnen de club? Ik zei bij de Amivo's, maar dat is niet waar, hè? Nee, sinds 2000 voetbal ik niet. Nee, wel cricket bij de heren van... de mannen van de vrijdag, ja. Heel gezellig. Ja. En natuurlijk grote kracht bij Tip & Run, training voor de jeugd. Ja. En natuurlijk, misschien voor jou wat leukste, carnaval. Ja, carnaval is wel mijn ding, ja. Maar Ronald, hoe ben je bij Excelsior terechtgekomen? Nou, volgens mij was ik als 7, 8-jarig jongetje door mijn vader, door mijn ouders opgegeven om te komen voetballen hier. En nou, dat is volgens mij, als ik goed terugreken, 47, 46 jaar geleden of zo. Dus ik ben bijna 50 jaar lid. Kan je ook nog een beetje herinneren wie er in jouw team speelde toen je in de jeugd was of zo? Nou, vanuit mijn jonge jeugd weet ik bijna niet zoveel meer, maar mijn herinnering is dat Rob Bukkers zat altijd bij mij in team. Oké. Dus in de E'tjes, in de D'tjes. Ik heb altijd met Rob Bukkers gevoetbald, heb ik het idee. En dat is altijd zo gebleven, tot aan de senioren toe. Weet je wel een beetje wie je leider en of de trainer in die tijd nog was? Nou, ik kan me meneer Van Gogh kan ik goed herinneren. Meneer Van Gogh die was leider van de lagere D of C. En we gingen altijd op de fiets uit. Dus we moesten altijd een uitwedstrijd op de fiets. Okay. Excelsior met Sluis, maakte niet uit, we gingen altijd op de fiets. In mijn herinnering. En ik had ook nog een leider herinneren, meneer Harten. Maar ik ken alleen die naam en voor de rest zeg maar allemaal niks. Volgens mij was de vader van een jongen die bij mij toen voetbalde. Maar en later is Rob Sondermans, dat is wel de leukste leider geweest, ooit. Okay. In de A, nee, zelfs in de B2 kwam ik. En daar werd Rob Sondermans leider en die is meegegaan naar de A, die is meegegaan naar de senioren. Dat was wel de leukste tijd. Ja. Ja. Hey Ronald, we hebben een mooi complex hier, hè? Ja. Wat is jouw favoriete plek? Ja, dat is toch waar ik zit nu. Ja, ja. Altijd, ja, als ik hier ben, dan is het altijd zonnetje. Ja. Dus het is altijd mooi. En cricket is een mooie sport. Maar ik heb de meeste tijd heb ik toch wel bij het voetbal doorgebracht. Ja. Dus, maar ja, wat? Als je naar voetbal gaat kijken, is het al winter, koud en bij cricket is het altijd mooi weer. Dus dat is het verschil. Ja. Hey, wat is jouw mooiste ervaring bij Excelsior 20? Mijn mooiste ervaring? Ja, dat moet ik echt diep graven. Dat zijn een paar dingen. Dat is als leider mee op kamp. Ik ben heel vaak als leider mee op kamp geweest. Dat was wel erg leuk. En aan de hand van die kampen is er ooit een reunie, kampleidersreunie geweest. En dat vond ik ook geweldig. Dat was ook erg leuk. Ja, ja, dat was echt fantastisch. Heb je nog een groot sportief succes gehad hier? Nee, mijn sportieve momenten zijn niet zo groot hier. Nee. Nee, ik heb ooit de A-selectie gehaald. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik ooit... Maar dat was misschien een gebrek aan beter. Maar ja... Nou, nee, kunnen we elkaar een handje geven. Ja, nou, precies. Nou ja, A-selectie, dat is mijn grootste... Ik vind alles waar plezier om gaat, waar met plezier... Dat is toch wel het belangrijkste. Ja, ja Ronald, dat klopt ook hoor wat je zegt. Maar iedereen maakt ook wel dieptepunten mee. Ik neem aan dat jij ook wel dieptepunten hebt gehad. Nou, in diezelfde A-selectie, tweedejaars A was ik toen. En ik mocht met de A1 meedoen om het Schiedams kampioenschap, finale. Hier, op dit veld trouwens ook, Martinit. Toen was hier nog Martinit. En we speelden op het Martinitveld. En finale, kampioenschap, Schiedams kampioenschap. Frank Kleinierenbeek in de goal, ik rechtsback. Nou, er stonden nog meer bekende. Maar het belangrijkste was dat ik op een gegeven moment een terugspeelbal speelde op Frank Kleinierenbeek. En die was net te kort. Ja. En die spits die pakte hem op en die scoort 1-0. En zo hebben we het Schiedams kampioenschap verloren. Ja, ja. Familiair heb je natuurlijk ook dieptepunt meegemaakt. Ja. Heel ernstig eigenlijk best wel. Ja, ja, die waren ook alle twee lid hier zo. Dus, ja. Ja, voetballers allebei ook hè? Ja, ja. Nee. En Arjan die cricket ook nog bij de, oh, ja, tuurlijk. Bij de Samivo. Of tenminste, dat was zaterdagmiddag. Dus Samis cricket. Ja. Ja, en Marcel dat was echt talent. Ja, Marcel talent, ja? Ja. Voetbal? Want we waren met z'n drieën en Arjan en ik hadden geen talent. Qua voetbal dan, we hadden andere talenten. Meer feesttalent. Arjan ook, die kon nog heel goed feesten. Maar Marcel die had echt voetbaltalent. En het is zelfs zo dat hij in de C of in de B was Frans Burkse ooit leider. En Marcel die ging ermee stoppen, want die vond het niet leuk meer.
Hij zegt, ik vind het niet leuk meer, ik ga stoppen. En toen is Frans Burkse bij ons thuis geweest, bij mijn ouders, om hem toch te overtalen om nog te blijven voetballen. Nou, en je doet heel wat vrijwilligerswerk hier. Ja. Voornamelijk bij cricket nu, de jeugd. Hè? Daar, word je ja. op, daar word je op handen gedragen. Hoe komt dat? Ook door je achtergrond, door met jeugd omgaan? Nou, ik heb vroeger altijd, toen ik naar de, in de A zat, het was altijd standaard bij Excelsior. Als je in de A voetballen, werd je leider bij Excelsior. Dat is, tegenwoordig is dat niet meer zo, maar vroeger was dat, je speelde in de A of in de het tweede jaar, nee, meestal in de A. En dan werd je leider. En dat was gewoon normaal. En dus ik ook. Dus ik ben echt jarenlang leider geweest. En ja, zeker tot ver na mijn 25ste volgens mij nog. En ik ging ook mee op jeugdkamp als leider. En je kon dus kinderen tijdens het leideren kon je enthousiasmeren voor het kamp. Ja. Dat is nu allemaal wat minder, omdat er heel veel ouders nu leider zijn. En dat is jammer. Dus er gaan steeds minder kinderen mee op kamp. Maar ja, dus ik heb het een beetje later opgepakt met Tip en Run. Ja. En ja, dat vind ik geweldig. Ik krijg daar heel veel energie van. Dat is erg leuk. Hey Ronald, je gaf net al aan dat carnaval jouw feest is. Ja. Maar waar, waar wij nou nieuwsgierig naar zijn, wat is nou jouw inspiratiebron? Want elk jaar heb je iets anders. Ja, ja, dat heeft een beetje met Berg op Zoom te maken. Ik volg Berg op Zoom carnaval volg ik op de voet. Ik ben ook, hoe zeg je dat? BBB'er, dat is een begunstiger buiten Bergen, ben ik. Dus ik geef ook geld aan het Bergse carnaval. En zo word ik ook op de hoogte gehouden van het motto. En ik probeer ieder jaar probeer ik daar mijn eigen draai aan te geven. Dus ik probeer altijd iets te verzinnen op dat motto van Berg op Zoom. En dat test ik dan hier op het carnaval. Bij Excelsior ga ik dat uittesten. Nee, dat kan. Maar wie zou jij in 2020, in de jubileumweek, nog wel eens willen zien? Daar weet ik wel, dat weet ik wel. John Kloppers, die zou ik wel... Ja, John Kloppers is altijd... Vanaf het begin dat ik carnaval vierde, was John Kloppers de DJ. Ja. En dat staat in mijn herinnering. Dus die, ja, maar die komt wel, denk ik. Als, want die heb ik wel eens eerder gezien ook. Dus, zou leuk zijn, hè, al die oude bekenden. Ja, ja, nou dat soort mensen, weet je, die ver weg wonen en die dan toch weer langskomen. Die toch ergens in het middelpunt van de club hebben gestaan. Want John Kloppers is ook leider geweest. Trainer. Nou ja, dat zijn mooie figuren. Ja. Zeker. Ja. Hey Ronald, de toekomst. Wat zou er nog moeten gebeuren hier op Tulleden? Nou, kleedkamers voor de cricket hier. Dat zou mooi zijn. En misschien toch weer een speeltuin terug daar. Dat is misschien mooi. Of een Jeu de Boelbaan. Hmm. We worden wat ouder, hè? Ja, ja meer. Nee, wat het mooiste zou zijn is dat we gewoon hier nog 100 jaar kunnen zitten. Ja. En niet dat de gemeente over 10 jaar zegt van gaat u maar verhuizen. Nee, 100 jaar hier, daar teken ik voor. Nou Ronald, dat is een fantastische afsluiting. Daar hopen wij ook op. Ja. Bedankt voor het interview. Ja, alsjeblieft. Heel spontaan, erg bedankt. Ja, okay. Helemaal goed. Leuk.